Welkom, leuk dat je weer kijkt en vandaag laat ik een aantal dumme oefeningen voor de borst zien. De eerste oefening is de reverse fly. Stel het bankje in op een hoek van plus minus 45 graden en ga er met je borst en buik op liggen. Houd twee dumbbells in je hand en beweeg deze net zo hoog totdat ze horizontaal zijn met je bovenlichaam. Wanneer je beneden bent wil je de dumbbells niet tegen elkaar laten komen. Ik hou plus minus 20, 30, 40 centimeter ruimte tussen de dumbbells zodat ik een goede spanning om mijn schouders houd. De tweede oefening zijn de front raises op een incline bankje. Let er bij deze oefening op dat wanneer je onderin de beweging bent, je armen niet te ver naar achteren laat gaan. Wanneer is dit punt? Dit is op het moment dat je schouders naar binnen beginnen te rollen en je bovenrug gaat bewegen of loskomt van het bankje. Houd ook je hoofd in één rechte lijn met je nek, zodat je dit punt sneller herkent. Wanneer je hoofd naar voren of naar beneden gebogen is, zul je minder snel doorhebben dat je de oefening verkeerd uitvoert. De standing front dumbbell raise. Deze oefening die kan heel slecht zijn voor je schouders wanneer je hem verkeerd uitvoert. Je voert hem verkeerd uit wanneer je je handpalmen de gehele oefening naar dezelfde kant laat wijzen. Wanneer je dit doet, komt er een spier die onder je sleutelbeen doorloopt klem te zitten tussen je sleutelbeen en je bovenarm. Gelukkig is dit heel makkelijk op te lossen door je handen een kwartslag te draaien wanneer je met je handen ter hoogte van je schouders bent. Als je je pols draait, dan is er tussen je sleutelbeen en je bovenarm weer meer ruimte waardoor de spier veilig kan bewegen. Voor de side delt raises kun je je hoofd ergens opleggen. Ik vind het makkelijk om hiervoor mijn bankje te gebruiken omdat ik deze in hoogte kan verstellen. Wanneer ik het bankje hoog instel is mijn lichaam wat meer horizontaal en ligt de focus meer op de bovenste en middelste schouderkop. En wanneer ik voorover buig ligt de nadruk meer op de achterste schouderkop. Let er ook bij deze oefening weer op dat je met je bovenarmen in één horizontale lijn komt. En je onderin weer plus minus 30, 40 centimeter tussen de dumbbells laat, zodat je je schouderkoppen goed onder spanning bouwt. De dumbbell overhead press. Voor deze oefening geldt hetzelfde als bij de front raises naar overhead. Let op je schouders. Je voert de oefening verkeerd uit wanneer je je ellebogen haaks op je lichaam zet. Zorg ervoor dat je schouderbladen naar achteren en naar beneden trekt en je borst groot maakt. Een handige tip kan zijn om eraan te denken dat je je triceps op je lats laat rusten. Houd je polsen recht boven je ellebogen en je bent klaar om te starten. Zorg dat je recht boven je hoofd eindigt. Het is niet erg als je bovenlichaam lichtjes heen en weer beweegt. Wil je nou nog meer dumbbell oefeningen zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je je ook gelijk abonneren, zodat je nooit meer een video mist. Bedankt en tot volgende week.